De Doe Maar Gewoon gerechten van Piet Pan en de heerlijkste happa's van Havana Schagen bestelt u handig en snel op www.schageneet.nl. We bezorgen het gratis bij u thuis of op het werk. www.schageneet.nl. Door de heftige bijwerkingen die kunnen ontstaan na vaccinatie met AstraZeneca en Janssen, groeit de groep mensen die twijfelt of ze nog wel wil ingeënt worden met die vaccins. Wij van Straatpraat vragen op de markt in Schagen: hoe denkt u over een vaccinatie met AstraZeneca of Janssen? Gewoon doen. Ik vind de voordelen opwegen tegen de nadelen. Beide zijn ze voor mij gelijk. En dat kan ik rustig zeggen, want ik heb afgelopen maandag mijn eerste prik gehad en die heette Pfizer. Liefst zo gauw mogelijk, zo denk gauw ik. Zo gauw mogelijk. Ik zit er met smart op te wachten. Ja. Ik zie totaal ook geen angst. Ik vind het totaal uit proportie getrokken. Ik ben daar niet zo voorstander van. Nee. Dus ik denk niet dat dat aan mij besteed is, nee. Nee. Dus ik ga het niet doen. Volgende week ga ik hem ophalen. Ik niet. Ja, AstraZeneca volgende week. Ja hoor, geen enkel probleem. Ik heb net het AstraZeneca gehad. Nou, ik ga vol vertrouwen. Nou ja, het is zorgwekkend. Maar ik heb net mijn eerste prik gehad van de Pfizer. Dus ik heb daar geen problemen nu mee. Dus je hebt de voor- en nadelen. Laat we eerlijk wezen. Ik weet het verder niet. Ik kan er geen zinnig antwoord op zeggen verder. Iedereen moet het voor zichzelf weten. Ik kan er bijna geen antwoord op geven, want ik heb al prikjes gehad. Maar wat het precies was, weet ik niet. Ja, je gaat naar Alkmaar en je krijgt een prik. Maar ik heb niet opgelet hoe of wat het heette. Als we goed naar de cijfers kijken, dan weten we dat het aantal mensen die er last van hebben, op wat mensen die er geen last van hebben, ja, dat is toch totaal uit proportie. En des te sneller kunnen we weer bewegen. Hè? Ja. En dat is belangrijk voor iedereen. Ja. Ik krijg Pfizer. Prima, zaterdag. Maar ongeacht wat het was, ik laat alles toe. Ik heb er vertrouwen in. Laat het zo zeggen. En risico, ja, 100% heb je nooit. Maar het is zo klein. En niet prikken geeft veel meer risico. Dus ik zeg ook tegen alle andere mensen, gewoon doen. Daar ben ik bang voor. Als ik kiezen mocht, dan nam ik een andere. Nou, ik denk dat ieder dat voor zich uit moet maken. Ik zou het gewoon doen. Maar ik krijg zaterdag Pfizer. Daar ben ik wel heel blij mee, moet ik zeggen. Maar ondanks dat zou ik het toch wel gedaan hebben. Ja, ik weet het nog niet. AstraZeneca, daar hoor je heel veel van. Over bloedstolsels en zo. Maar ja, ik weet het nog niet. Ik denk dat je beter inderdaad door kan prikken. Om de boel echt weer heel veel ruimte te geven. Dat is wat ik denk. Perfect. Ja. Ja, lijkt me heel geschikt. Ja, 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 ik ben voor vaccinatie, dus... Dat vind ik een hele moeilijke vraag. In het begin dacht ik van ja, gewoon doorprikken. Maar ja, hoe meer er van bekend wordt en hoe ernstiger het lijkt, dan weet ik het niet meer. We hebben alle medicatie is natuurlijk een bijwerking. Hè? Of je paracetamol neemt of nou, een penicilline, kijk maar eens. Alles, de pil, prik door, alsjeblieft. Dat ga ik zeker niet doen, geen enkele vaccinatie. Nee. Ik ken de achterliggende redenen en de gronden en de gevaren. Dus daar ga ik niet aan meewerken. Nee, ik kies voor mijn eigen lijf om het gezond te houden. Ik heb een gezond immuunsysteem en daar zorg ik goed voor. En dan hebben we helemaal geen farmacie nodig.